Event, dat is een groot evenement, een happening die een beeld moet gaan neerzetten voor de modebranche. Het moet functie hebben voor de modebranche en de modebranche eigenlijk een beetje helpen met de toekomst. Want het gaat over de toekomst. Hoe moeten de studenten die straks afstuderen iets gaan neerzetten wat ja, nut heeft. Het Trend Event moet dus een hele inspirerende happening gaan worden. Dat kan van alles zijn. Allerlei verschillende steentjes of markt of workshops. Of, nou, het maakt niet uit als het maar heel inspirerend is voor de branche. Iedereen die hier komt, naast alle ouders, kunnen er ook mensen uit de branche zelf komen. En die moeten echt een idee krijgen van ja, dat gaan we doen. Dat is leuk voor onze toekomst. Nou, onze studenten zetten dat neer in de vorm van een bedrijf. Zij zijn een bedrijf. En binnen zo'n bedrijf heb je allemaal verschillende functies te verdelen. En bovenaan het organigram staat de trendmanager algemeen. Ja, die is gewoon verantwoordelijk voor alle algemene zaken en voor het hele rijlen en zeilen van het bedrijf. When a fire starts to... Een andere managementfunctie is trendmanager financieel. Ja, zij zijn verantwoordelijk voor alle de boekhouding, inkomende kosten, uitgaande kosten, etc. Verder hebben we twee conceptmanagers, ook managementfuncties, en die zijn verantwoordelijk voor het hele concept. Zij maken de hele uitstraling van het hele event. Ze zijn verantwoordelijk voor ja, de PR, de communicatie, alles wat er gebeurt op Facebook, Twitter, op de site van TMO. Maar ook alles wat jullie binnen gaan zien zometeen van het hele event. Ja, heeft een bepaalde gedachte, is gemaakt binnen één concept. En de conceptmanagers zijn daar uiteindelijk voor verantwoordelijk. De volgende managementfunctie is die van de groepsmanager. Iedere groepsmanager geeft leiding aan verschillende afdelingen en boven een afdeling staat weer een afdelingsmanager. Nou, zo is er dus een hele hiërarchie waarbinnen we echt functioneren. Dus ja, sommigen die willen echt leiding geven, anderen willen echt als werknemer aan de slag en dingen uitvoeren. Maar het is in ieder geval een heel groot bedrijf wat heel belangrijk samen moet werken. Samenwerken doen ze niet alleen met TMO-studenten en een beetje docenten, maar ook met een hele groep studenten van het Creative College in Utrecht. Dat zijn allemaal jongens en een paar meiden die veel verstand hebben of leren voor belichting, geluid en film. En die gaan alle events die hier gebeuren voor ons uitlichten. Die zorgen voor al het geluid wat aanwezig is. Die zorgen voor al het beeld wat hier gemaakt moet worden. Voor dit filmpje bijvoorbeeld wat neergezet is. Nou, en uiteindelijk staat er een trend-event. Heel hard voor gewerkt. Een keiharde deadline heeft de studenten in de nek zitten hijgen. En u bent inmiddels aangekomen op het trend-event van TMO. Ik wens u heel veel plezier. We'll be right back.